Hallo mensen van YouTube, ik ben weer compleet op mijn schepen en niet verviot in de maandag. Lieve YouTube-kijkers, ik beloofde echt nooit meer doen, er echt heel veel spijt van. Sorry, ik moet echt serieus eerlijk waarheid zeggen. Omdat jullie zijn super lief, aardig, knap, stoer, sterk, slim, dankjewel ook. Ouders opdanken, lief, aardig, knap, stoer, sterk, slim, dankjewel. In de beschrijving dus zo zeggen en compliment om het schrijven aan mij. Met samen vrienden, dan gaan doen, bijvoorbeeld naar buiten te spelen. Voetballen, wandelen, op de straat en naar de stad. Bijvoorbeeld naar de bioscoop is weer open, mag zelf van kiezen kijken. Wat is jullie favoriet? Bioscoopfilms en ook kerstfilms. Ook naar de restaurant en naar een café, maar naar een strand. Er kan ijs halen op het strand, er kan bruin worden in de zon, lekker zwemmen en zandkastelen bouwen. En naar het museum, de allermooiste zoetigheid bekijken. En naar de dierentuin, alle soorten dieren te zien. Ook naar een spoormuseum, dat gaat over treinen, dat is echt leuk. Met broer en zus samen spelen, bijvoorbeeld naar de spelletjeskast mag zelf spel kiezen als wilt. Met samen ouders in de keuken helpen, bijvoorbeeld appeltaart, chocolataart, slagroomtaart, noem op. Dan kan meehelpen met ouders in de keuken. In de beschrijving, met samen opa en oma op stap gaan, bijvoorbeeld uit te logeren. En ook bij op bezoek te komen, de verjaardag. En dan kan we vragen blijven slapen als je wilt, met de familie dat je uit mag zelf kiezen naartoe als je wilt. Dan kan je vragen met ouders, broer en zus, vrienden, familie, opa en oma. Geef een concept voor jullie. Wat is jullie favoriet? Muziekinstrumenten echt weten in de beschrijving. Abonneren op mijn YouTube kanaal. En niet vergeten gele belletje aan te klikken. Opzetten niks meer aan video. In de comments sorry zeggen. En compliment schrijven aan mij. En niet verveling in de maandag. Deze video leuk, dan klik de pluim daar maar op zetten en liken. Ik zie je voor de video.